Het Binnenhof moet voor zeker 5 jaar op de schop. En dus zijn de hoge heren in Den Haag met spoed op zoek naar een voorlopig nieuwe locatie. Jan Nagel van de 50PLUS heeft de oplossing: Amsterdam. Als het aan hem ligt, ruilt de premier het torentje binnenkort in voor het altijd gezellige en karakteristieke Eiburg. Er is echt niet veel troostelozers in Amsterdam te vinden dan Eiburg. Had u niet wat leukers kunnen uitzoeken? Het kan ook op andere plekken, dus dat kun je afwegen als je het niet goed vindt. Maar ik denk dat het eiland een sieraad kan worden met een wereldwijde uitstraling. En dat is de reden dat 50PLUS dat steunt. De regering wil hier naartoe verhuizen. De regering hier naartoe verhuizen? Nou, laat een zootje oprotten. Zit u te wachten, Rutte en consort? Niet echt. Nee. Als we in Den Haag blijven. Vindt u prima. Ah, nee, dat, dan ga heen. Gaat de wijk van achteruit? Ja, zeker weten. Eiburg, bent u er zelf wel eens geweest? Ja. Nou, veel troostelozer dan dat gaan we het niet krijgen in Amsterdam. Ja, de belangrijkste van Eiburg vind ik de tramverbinding met de stad. Eiburg, komt u er wel eens? Ik kom er vaak en er staan ook schitterende gebouwen in de omgeving. Serieus? Nou, Mark, misschien je collega in de toekomst van harte welkom. Dankjewel. Oké.